Wij hebben vorige week de alleenstaande moeder, mevrouw Agatha Tuinfort, aan het woord gelaten. Die de hoop bijna heeft opgegeven als gevolg van haar armzalig en ongelukkig leven. Mevrouw Tuinfort heeft 10 kinderen, van wie 3 chronisch ziek zijn. En een van hen is haar invalide zoon van 10 jaar, genaamd Rafinho Asidan, die op 13 december 2018 een ingreep moest doen om goed te kunnen lopen. Zoals eerder aangekondigd is het leven erg zwaar voor deze mevrouw en kan ze het niet meer verdragen. We brengen u een update hierover. Mevrouw Agatha Tuinfort, de moeder van Rafinho Asidan. Hoe gaat het nu met Rafinho? Want hij is geopereerd in december aan zijn been. Waarom eigenlijk? Dat er opereren in 13 december 2018. Omdat Aboy geboren, als ik hier niet moeilijk zodanig dat ik mijn ontouw, maar vanaf je eerder te nemen voor toe. Dus alleen botten, zwakke botten heeft hij. Dus de opereren dus voor af en toe correct. Voor akama waka baka, want vroeger wel bij waka. Want jari, twee jari daarna, noma waka moro, want afadon. Aïti leesie brok af en toe, dat wan kosha, toe dat wan langa. Dat de tretak al opereren voor poten gelijk. Dat poten wan pen goeien zie. Na een jaar dat op pen. Dat, if alles aan je go zo boon, dat adenki a waka baka. Ja. Maar, apota pen, maar fa o leer waka? Precies, amus leer waka, abuwa san fa noudu, ma datu no abi. Sana san datu? Nou, loop san of loop rek, weet ik niet. Wasan sa je leer waka, ma datu no abi, dat mi no abi. Want dat er dat de seren je juren ook toe. Maar je moest abmonen, maar dat mij nog abief go bijeenjen. Voor alleer waka wandanga dat die ook proberen voor waka. Voor bigeleer waka baka. Ja. Maar je bent geïnformeerd om een asan dat je looprek? Nee, maar wel dokter of beteem dat je van karapres wat mij dek bij aanzet. No? Want president dat pp is er de saan je juro. Maar nooit mij nog geïnformeerd, maar dat je wel aan dieren, maar nooit meer nog informeer. Dim no aba monik badam nog informeer nooit. Dat me begi lanti voor de kayep minang aboy Rafinho Asidan. Winsi pe winsa dorose winsa serenanja so minister. Ulo bi president. De de analet. Me aksi minam mafu aboy. Me suku yepi me abi helop fin fan hudu fo. Aka waka baka want aboy en edese de boon dus lichamelijk ababa perke ma geestelijk ade boon dus milek ma me suku yepina winsi suma ma het maakt niet uit fwans ma ka yepi Rafinho Asidan nanga wansan fu aka waka baka da misa be de tefride fu abe ler waka baka want awani wakalik de trawan. Dat hij tegen altijd mama, mi wani waka baka leg fa de trawa e waka. Ma door a situasie f mi no abi, mi no aba monif go bayo an sangi fa waka da me aksi lanti. Ya me begi lanti fa kondre, fu de beka yepi mi. You boy abi 10 jari pas afriari. Toch maar, es do na vierde klas, fa edu en a skoro? Well, skoro a edu en her boon, want en rapport na verlede week al liever een rapport waar bij de dan bij zijn soort lanti. Want in klas, a juffrouw en tegen mevrouw Angela Latour Scoraigo. Hij taki en haar moro konwa in haar klas tot nu toe aan ons hap. Go moro farama tot nu toe. Na abu in haar moro konwa ondanks a abu aan beperking. Na abu in haar moro konwa in haar klas. Ja, Scoraigo en herboen. Mijn haar probleem, Scoraigo en herboen. Fa yu financiële situatie de nas fusa ye libi well mi de wan ma sano abi uroko mi solister mi de wan ma sawani uroko fa meta ki jame begi lanti winsi suma winsa infortual of de belgo taki afro sambe taki wa ba perkem awan oso uroko jen fa be sa melde an mi de bare furoko gi suma wani fu mi uroko je mi de bare wan mi no mande na ngade ti sondre uroko. Na sani me sera oso snoepjes, koko na nga eisje, tog mi ne kom uit, na so me go na ome presi, first ladies refi, e fa uluku ook to, a yepi mi furu,
Zodra mij is goed doorgaan, als hij heeft mijn boy, als hij boy ook toe, de saben haar situatie, ja. Dus mijn zoek heb ik naar alles, maar ik heb een werk van houdt, voor mij kan zorgen, mij kan zijn, vooral dat je van mij. Hij gaat om zeer dat je van mij. Dus die nu hebben ze gewoon papieren, het maakt niet uit, maar ik heb mijn wanneer een baan voor, werk over zorgen, dat je van mij, want het is moeilijk voor mij. Amoeilijk. In 2019 ja, me begi de minister zei lukolanti, first lady, je sabi mijn situatie. Altijd me be aksi, me abuwa wroko van oudo, fu sorgu den chinf mi. Want alla jari wat ik nog, me oru nom want, te op sa 50, 60, in ofen wroko moro, fu wroko sorgu i ching. Dan me awan ban van oudo, me aksi alas marika yep mi. Wins na sot forum dan ook, wie een soort zijn de wani Jimmy Fieb mina nga de pching. Mi de te vrede. Ja. Ben de papa de voor een ching? De pa ne edi na foto jaso. De pa de na benaland. Ma wel te aigo om fa boi san siki jaso. Altijd appai de fu a ista klari klari fu yepi. Ma esref na auroko. Want eva bi abi wa auroko. Da mi nobo firen so nga de pching. Ma na a isu ku job. A du so. Dus esref na auroko. Want 2018, a jari dati, sami psa dape inhebi banoutu. 2019 lanti, mino wana abanoutu dati moro nangadem ching fmi. 2018, mi pina nangadem ching. 2019, na wanyu yari. Darom me aksi lanti fude yep mi. Nangwa wawroko fumi. Fumi kawroko sorgu mi ching. 2018, be hebi gimi. Infor 12, yep mi oktu. Met takie des masan jepi mi in 2018, met takie den grand tangi. 2019, mino wan fira kwinsi dati moro. Daarom me aksi president, mi lobby president, de lobby minister, first lady, me suku jepi, Ano taka fo mi soma na dem chin fo mi, mina mama fo piking. Ja, me begi a her strana, wins na buitenland, me suku yepi, me begi u bafu ka yepi mi, me wan poti gesin. Rufino, wij waren een paar maanden geleden bij jou en je moest geopereerd worden en dat is inmiddels gebeurd. Hoe gaat het nu met jou en wat hebben de doktoren gedaan voor jou? De dokter heeft me geopereerd. En wat voor operatie heb je gedaan, Rufino? Een grote operatie. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben me goed gesneden. Waar? Hier. Waarom hebben ze je geopereerd? Omdat eentje goed was gekeurd en één was lang daarom. En wat heeft hij gezegd nu daar ze je geopereerd hebben? Wat gaat er gebeuren? Het gaat pijn doen. En ik heb hulp nodig om weer te lopen, ik heb een kruk nodig, iets om te lopen, ik heb een... Zodat je op kan steunen. Ja. En ze hebben die pinnen geplaatst, maar gaan die pinnen blijven in je been? Nee, najaar gaat de dokter die pin uit mijn voet weghalen. Nu heb je loopkrukken nodig, zodat je kan lopen, leren lopen. Klopt dat? Ja, mevrouw. En je vraagt in principe hulp voor loopkrukken. Ja, mevrouw. En als je die loopkrukken hebt, hoe ga je ermee om? Wat heeft de dokter gezegd dat je moet doen? Ik moet dat zo houden en lopen. Plus ik heb hulp nodig. Ik wil een huis. Ik wil een telefoon om mijn huiswerk te maken. Kijk waar ik lig, op de grond. Ik wil een huis. Waarom lig je op de grond? Omdat deze huis is te klein. Je hebt geen eigen slaapplaats. Nee, maar ik wil een kruk. Ik wil een kruk om te lopen. Ik wil weer lopen. Hoe gaat het op school? Want je zit in de vierde klas. Hoe gaat het op school? Goed. Ja. Heb je mooie cijfers? Ja. Dus je doet je best op school? Ja. Wat wil je worden als je groter wordt? Rechter. Waarom?
Omdat ik mensen wil helpen. Dat ze hun recht kunnen halen. Ja. 1 voor 12 directeur Vismalen is bij het gezin langs geweest om vanuit de stichting alvast de helpende hand te bieden. Uw aandacht daarvoor. We zijn op bezoek bij moeder Teunvoort. Zoals beloofd zouden wij ook een bijdrage doen in de vorm van goederen. Mevrouw Teunvoort, hoe gaat het met u? Het gaat rustig, meneer Vismalen. Oké, uit ons bakkerij, ons 1 voor 12 bakkerij, hebben wij gemeend, we kunnen niet veel. Ik heb vandaag 15 broden uit ons eigen bakkerij voor u gebracht. En ik wil een maand lang 10 broden elke dag te geven. En die 10 broden zullen wij voor u bezorgen. Het zijn warm gebakken broden. En daarnaast hebben wij een symbolische check voor u. Het is de bedoeling dat we in 2019 ons beleid anders zullen uitstippelen. We gaan geen geld aan de mensen geven. Maar ik heb een symbolische overhandiging hier voor u van 400 SRD. Het gaat meer om deze jongen, hebben wij gemeend u te ondersteunen. We hebben gemerkt dat u aantal kinderen heeft, 10 kinderen. Wat veel wel hoor. Maar goed, ik ga niet terugblikken. Maar natuurlijk wil ik u wel vragen om voorzichtiger mee om te gaan. Heel voorzichtig om niet naar de 11e te gaan. Om op uw kleine man die een beperking heeft te zorgen, te letten. En hij heeft zijn operatie al gedaan. Hè? Het is goed verlopen? Ja, meneer Visma, het is goed verlopen, ja. Oké. Ik ben natuurlijk hier meer om u ons brood te overhandigen. Je mag misschien een broodje eruit halen en zien hoe ons brood eruit ziet, dat de mensen ook zien. Is ons brood uit onze eigen keuken? Natuurlijk is het nog niet beleg. Maar ik krijg elke dag, zorg ik ervoor dat u 10 broden thuis krijgt. En dit is een symbolische overhandiging van ons. 400 SRD komt uit donatiegelden van ons. En dat overhandig ik aan u. En u mag spullen hiermee gaan kopen bij de dichtbijzijnde winkel voor uw zoon. Hartelijk dank, meneer Vismalen. Bedankt voor alles. Ik ben tevreden. Ja, hartelijk dank. Dit bedrag is meer bestemd voor deze kleine man. We hebben dit geld besteed aan een supermarkt waar de moeder 400 SRD spullen mag kopen. En ik beloof dat ik nog een maandje zal ondersteunen, nog een 400 SRD. En als andere mensen willen ondersteunen, dan kunnen we deze mevrouw met haar zoon, haar kinderen, een beetje ondersteunen. En van 1 voor 12 kant uit krijgen ze een maand lang 10 broden, dagelijks 10 broden. En wij zorgen ook voor het bezorgen van de broden. Wilt u 1 voor 12 bakkerij ook steunen, dat wij ook meer mensen kunnen steunen? Al wilt u de broden niet gebruiken, laten we de broden aan hulpbehoevenden geven. Koop die brood bij 1 voor 12 en dan helpen we veel meer mensen. Kijkers, indien u kunt helpen met de benodigde looprek of een ander hulpmiddel om het revalideren mee te vergemakkelijken voor Rovigno, kunt u contact met ons opnemen. Heeft u ook wat over aan levensmiddelen voor het gezin of welke vorm van hulp dan ook, dan horen wij dat ook heel graag van u.